Dat hij dat een leuke sport vond. Maar op een dag kwam hij in zijn geheime snoekerkamer en... Er was iets. Rijkeboer. Een dag was het podiumpje in het water gevallen. Een baie koning. Genaamd Timo. En op de dag ging hij dood. En hij hoorde de huil van een wolf. Arr! En hij is er zo erg van geschrokken. Het is gevallen en zijn hond is weggelopen. En hij heeft hem nooit nog teruggezien. En het paard stampte haar dood. En hij was aan het kiepen. En ineens hij sprong. De bal ging door hem. En hij viel door de grond. Want ze fietste heel graag. Maar ze pakte het paletje en ze sloeg zo hard op de neus van de prins dat hij gebroken was. Die kennen jullie wel allemaal waarschijnlijk. Ik zeg maar ja. Iedereen vond hem leuk en vooral Matthijs. Niks voor mij, voetbal is veel te agressief. Hij wist niet dat Supergirl een heks was. En hij hield zoveel van Supergirl dat hij haar ging opzoeken. Maar Supergirl... stopte haar in een toverpot en veranderde hem in een vismonster.